Life begins at the end of a broken heart. Take a chance at it and you'll find your part. Look ahead and you see that they call it. En ik heb hier kussentjes ervoor. Nou, toppie toch? Ik ben er helemaal blij mee. Dag heren. Zijn we live? Nee, niet live, maar het komt wel op YouTube. Hey, hallo lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, en ik wens jullie natuurlijk een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en Beestenboel. Het is vandaag donderdag 3 juni en we leven om 10:49. Ik ga zo de meisjes weer uitlaten en straks tussen 11:30 en 12:00 komt Karin met een K, dus dat is mijn begeleidster. Kandalf die krijgt zo ook even nog eten. Die komt net binnen gelopen, want ik heb de deur open. Want het is gewoon weer heerlijk weer. Ja, wat willen we nou nog meer? Dus ja, geniet en geniet met ons mee. Ik weet niet wat de dag ons brengen gaat. Het enige wat ik zelf weet is dat ik barst van de pijn in mijn rug. Hoe het komt, weet ik niet. Dat is gisteren... Ik heb het vermoeden dat het door gisteren is gekomen met het douchen van de meisjes. Want het vergt namelijk heel veel van me. Maar ja, ik kan de pret niet drukken, we gaan gewoon door. Ik heb de medicijnen voor ingenomen en ik hoop dat het mag gaan zakken. Maar dan had het al wat gezakt, want ik heb na die tijd nog een hele tijd nog op bed gelegen. Maar in ieder geval, ik ga lekker aan de gang. En ja, wat we gaan doen, we merken het wel. Ja toch, zeg lieve vrienden, geniet. Ook zal ik met Karin proberen die verkoeler, waar staat die, die kan dan. Ja, dat ding zal ik proberen voor elkaar te krijgen dat die aan kan gaan. Ja. Dat, want ik ben er nog niet verder mee geweest, want dat boekje dat is heel ontzettend klein. Nou, dat ken ik amper lezen. Ik heb er een groot glas erbij liggen. Het zal ook wel eens dat zij het niet kan lezen, want het is echt bar en bar boot zo klein. En ik zit iedere keer met mijn armbandjes ook te klungelen. Nou ja, ik hou niet van dat slappe gedoe dat het over je armen heen glijdt. Het moet bij mij vast zitten en dat ik het... Zodat ik het voel, dat ik het niet verlies. Net zoals mijn horloge, dat voel je zitten. Tenminste, niet meer, maar hij glijdt geen kant op. En dat is met dit wel. Nou ja, dan zet ik het shock en klem met deze. Maar ook dat bandje, dat is uitgerekt. En dat glijdt alle kanten op, behalve de goede. Dus ik ben van plan om te kijken, want dat bandje gaat er dwars doorheen. Ben ik van plan om toch te zien of die een riempje eraan kan zetten die er ook inderdaad doorheen loopt, maar dan met een gest dat ik het zelf aan kan sjorren, ja? Maar oké, okay. Ook deze moest nog een gaatje bij en ik heb hem in de laatste. Kun je nagaan, smalle polsjes, maar het moet straks zitten, ik hou niet van dat gedwijl over mijn armen heen. Nee, dat kan ik niet tegen. Maar oké. Okay. Dat is mijn probleem en niet die van jullie, dus ik zadel jullie er niet mee op. Maar misschien dat jullie wel een tip, een idee hebben. Ik weet enkel maar een bandje die er doorheen gaat en dan met een gespje. Kijk, dit is geen gespje, dat is gewoon, ja, standaard, daar behoort hij vast en meer kunnen we niet doen. Nou ja, ik wil dat proberen, dat een andere, dat daar misschien... een gespje kan gemaakt worden. Ja, misschien dat kan, ik weet het niet, maar dat vraag ik wel aan mijn lieftallige maatje, de goudsmit. Ja, en dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou voor nu zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. Ga er tegenaan, met deze prachtige mooie dag. Niemand die ons dat kan afnemen. Dus ja, jij jezelf. Maar ik bedoel, geniet.
Dat doe ik ook. En ik vergeet jullie niet. Nee, helemaal niet. Van ons. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer eventjes. En we gaan straks lekker even met elkaar de hart op. Of vloggen kan onderweg, dat weet ik niet. Maar ik ga eventjes zelf, zonder hondjes, ga ik lekker even weg de natuur in. Even hier daar kijken enzovoort. Maar ik ben blij. Ja, ondanks de pijn ben ik blij. En waarom ben ik blij? Mijn lieftallige broer is geweest en die heeft de vlaggenmast weer gemaakt. Dus die staat weer. Dus ik kan weer een vlag in de top hijsen. Er is ongeveer zo'n stukje afgevallen van de buis. Nou ja, dat is niet superveel. Dus ja, allemaal weer goed. Ik ben blij mee. Ik heb vier stoelen erbij gekregen. Dan denk je, wat meer dan met stoelen? Ja, voor buiten. Met kussentjes erbij. Ik weet niet of jullie die stoelen zo kunnen bekijken, maar er staan er daarnaast die container met die blauwe deksel. En ik heb hier kussentjes ervoor. Nou, toppie top. Ik ben er helemaal blij mee. Kussens, dus vier stuks. Maar er zat nog een kleintje tussenin. Dat is deze. Die zit er nog tussen. Nou ja, helemaal toppie, geweldig. Ik ben er blij mee. Helemaal geweldig. Ik moet enkel die kussens, om ze te bewaren. Het is winterdag. Doe ik ze in de vuilniszak met een sticker erop van stoelkussens voor op het terras. En dan gaan ze lekker op de zolder en geen aandieter naar kraait. En die stoelen, ja, die kunnen door weer en wind buiten blijven staan, hadden ze zelf ook. Dus ja, dat kan geen kwaad worden gezegd. Nou ja, we merken het wel. Ja, dus helemaal geen problemen mee. Maar ik ga lekker even de hort op. Of ik ga vloggen, ik weet het echt niet, lieve vrienden. Nee, want het is me nu. Kom je wat tegen, ja of nee? En dat weet ik ook niet. Of ik wat tegenkom, wat noemenswaardig is om het jullie te laten zien. Ja, maar ik ga er wel op letten, want de statief gaat ook mee. Ja, het gaat even lekker mee. En dan zullen we het beleven. En daarna gaan we boodschapjes doen en zo weer naar huis toe. Blijf staan, blijf staan, blijf staan. Goed zo. Dus ja, eventjes een drukke middag, maar eventjes op een rustige manier. Even, ik wil ook even eventjes, ik was bezig met een vlog, maar daar ben ik nog geen centimeter mee opgeschoten. Want mijn begeleidster kwam, Karin, terwijl die er nog was. Ze stond wel op het punt om te vertrekken. Toen belde mijn lieftallige broer op om te vragen of ik thuis was. Ja, ik ben thuis. En Karin die belde de vlak daarna ook nog op en die heb ik nou net neergehangen. Dus ja, druk gehad en toch op mijn kont moeten zitten. Ook doet mijn verkoeler het, die koelmachine, die doet het. Ja, ik ben er helemaal blij mee. Toppie, geweldig. Ja. Ik zal het jullie van de week, als het nog warmer gaat worden, dat ik hem echt nodig ga hebben. Want het is nou niet echt nodig. Maar als ik hem echt nodig ga hebben, dan laten we jullie gewoon ook zien. Ja. Dus komt wel maar goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed. Ga er ook op uit. Zoek de natuur op. Ga naar het strand of weet ik wel wat. Ja, wat jij wilt. Ja. Ik weet het niet. En ja, of je moet werken, of boodschappen doen. Nou, maar dan kun je ook op het einde van de dag doen boodschappen. Ja, zo simpel. Ik doe me nu een jasje weer aan en meer niet. En meer, het zit allemaal niet goed. Maar ja, je bent druk bezig in alles doen. Ik zal het zo meteen eerst goed doen. Dus ja, ik zou zeggen, heel veel plezier in alles wat jullie doen. Ik ga ook plezier maken op mijn manier. En ik zeg, tot straks maar weer. Van ons. Zo, lieve vrienden, we staan in het Kwelderduin en het is hier zo heerlijk rustig. En de natuur, de vogeltjes, de wind, een beetje ruisen. En ik hoor in de verte af en toe een koekoek. Ja, en dat vind ik helemaal geweldig. Ik zal jullie omdraaien en ik laat jullie even een stukje meegenieten. Maar er zit wat in mijn schoen en dat vind ik helemaal niet leuk. Nee, dat waait er zo even erin.
Maar luister en geniet even mee. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Dat vind ik niet leuk. Je verwacht stilte. Je komt wel op YouTube hoor, hondje. U komt wel op YouTube hoor. Nee, ik ga het niet doen. Oké. Okay. Ja. Mooi of niet? Ik vind van wel.
Oepsie, had ik niet verwacht. Die mevrouw keek een beetje boos. Nou, ik kan er niks aan doen. Nee. We gaan hier ooit in. Hoi. Dank u. Keurig. Ja, ik ben aan het vloggen. Ik ben gewoon ook. Oh, leuk. Ik ben een YouTubester. Oh. Je kan me volgen op YouTube. Hoe kan ik je volgen? Ik zag wat bewegen. Ja, een hondje. Oh. Ah, loop mooi. Oké. Mijn kanaal heet Corina met IE, dus C-O-R-I-E-N-A. Ja. En de beestenboel. Oké. Ja, ik heb twee hondjes en een kat. Oké, leuk. Ik heb een husky border collie, ik heb een terriertje en dan nog een kat. En een mooi versierde kar. Ja. Leuk. En dus. Nou, ik ben te dik voor die blog hoor. Ah, nee, geen blog, vlog. Ja. V-L-O-G. Moet je op internet? Ja? Op YouTube dus. YouTube. Maar er zijn meerdere mensen die dik zijn of mager of wat dan ook. Ja, maar ja, daar kun je ook wat aan doen, hè? Ja. Moeilijk hoor. Mijn dochter was het ook, maar die heeft, had obesitas en die heeft haar eigen laten opereren. Dat, ja. Maagverkleining. Maagverkleining gehad. En nog steeds mager? Nou, mager, wat heet mager? Ja, mager is ook niet goed. Nee, nee. Ja, ik denk dat ze in 70 jaar, ik weet niet hoe zwaar ze nou is, maar ze past de mensen weer fatsoenlijke kleding. Ja. Dus, en ook die vlog. Okay, nou. Maar die woont in Den Haag. Succes met die vlog. Ja, nou ja, volg maar. Ja. Dat is leuk. Dat is ook leuk, ja. Nou, oké. Okay. Hartstikke een fijne dag verder. Hetzelfde. Dank u. Dag. Dag hondje. Jij ook even op YouTube? Nou, fijne dag. Ja, even reclame maken moet ook kunnen. Maar je bent, nou kijk eens, een hele grote speelweide voor kind en dier. Zeg ik dat maar. Ik denk dat die plas aardig schoner is dan waar we er net langs reden. Want hier wordt ook ingezommen door kids.
Hallo. Dat was een eentje die Engels sprak. Nou ja, zeg je hallo terug. Toch? Ja. Het is zo heerlijk hier. Dat is allemaal onkruid. En ik heb van mijn liefhebbende broer gehoord. Zoals die witte bloemetjes, moet onkruid wezen. Ja, maar dat blijft allemaal veel langer staan vanwege muitjes en weet ik veel wat nog meer. Ja. Dat moet tegenwoordig wat langer blijven staan. Het mag niet 1, 2, 3 gemaaid worden. Maar ja, in een bos als dit blijft het gewoon staan, hè. Ze kunnen moeilijk tussen de bomen door gaan maaien. Dan gaat het er niet worden. Dus moet ik dat zorgen dat het pad niet overgroeid wordt. Ik hou jullie gewoon weer voor me. Zo leuk. Zo bijzonder mooi. Je hoort ze wel, maar ik zie ze niet, anders had ik ingezoomd. Oh nee, dat gaat niet. Had ik hem eerst weer om moeten draaien. Maar ja, dan maar even goed. Ik zie ze niet en je hoort ze wel. Hoog in die bomen. Oh, ik wil even omhoog. Heel langzaam naar beneden. Het loopt nog steil ook. Ja, daar zijn we. Dan gaan we daar weer omhoog. Proberen een paar heren en een beetje bruiner te worden dan dat ze al zijn. En ja, of dat lukken gaat, dat weet ik niet. Ze worden eerder denk ik knalrood. Dag heren. Zijn we live? Nee, niet live, maar het komt wel op YouTube. Oké. Bent u een influencer? Bent u influencer? Nee, YouTube. Ja. Dus als je het wil volgen en jezelf wilt zien, dan moet je mijn kanaal hebben. Ah, ja. Welk kanaal is dat? Corina met IE, dus Corina. Hij gaat ervoor staan. Nog één keer. Ja, nog één keer. Corina. Spel het maar gewoon uit hoor. E-N-A. Ja. En de beestenwol. Oh, ik heb die gevonden. We hebben gewoon 338 abonnees. Ja. Ik wel, ja. Maar ik wil verder groeien, want mijn dochter die heeft nog meer. En die woont in Den Haag. Oké, fantastisch. Ik ben geabonneerd. Mooi, de rest ook, hè? Ja, dat zal ik doen. Toppie. En er ook op blijven, want je hebt ook van die lui. Nou, die komen eventjes kijken en dan is hij weg. Ja, blijf dan ook. Post die dagelijkse content. Ja, en dan gewoon ook, vind je een vlog niet leuk, mag je ook de duimpje zo doen, maar zet er ook dan bij waarom je het zo vindt. Ja, vergeet niet te reageren. Ja,
gewoon ook reageren. En ook wanneer je het niet leuk vindt, want daar kunnen we van leren. Ja, absoluut. Ja. Als je maar netjes blijft en lief blijft, want dat doe ik ook. Ja, precies. Ik ben erg benieuwd. Oké. Okay. Hartstikke bedankt. Fijne dag. Graag gedaan, hetzelfde. En lekker bruin worden. Oké, doeg. Nou, weer drie abonnees te wijn, al lekker. En dan krijgen we hier denk ik een hoop kuilen, tenminste, boomwortels, dacht ik, me te herinneren. En het spoor loopt daar ergens achterlangs. Jeetje. Oh ja, dan kom ik daaruit. Is ook zo. Ja. Nou, dan gaan we hier er weer uit. Als eruit uit, niet echt helemaal eruit. Maar dan ga ik langs het spoor weer terug. Als het ware. Ik ga niet over dat stukje zand hier al. Want het rijdt sowieso rot, allebei de kanten. Daarheen een viaduct, zoals jullie zien. Plus het spoor. Dan gaan we rechtsaf. Dan laat ik jullie nog een stukje meegenieten van langs het spoor. En daarna sluit ik weer af. Even de linkerkant. Kijk, oepsje. Nou, het is hier ook. Altijd heerlijk genieten langs deze fietspad, zolang er maar geen trein aankomt. En de herrie van de grote weg weer weg is. En aan die kant moet ergens een koekoek zitten. Ja, maar vraag me niet waar. En helaas hoor je die koekoek niet iedere keer. Nee, wat doe je dan? Twee keer niks. En allemaal boterbloemetjes, hè. Die zijn jaren niet meer geweest. Net als madeliefjes zie je bitter weinig. Daar. Hier al heen die madeliefjes. Die witte met dat gele hartje. Waar dat roze is, weet ik niet.
vind dat grandioos. Vroeger, kijk een vlindertje. Een paarse. Lijkt het wel. Mooi hoor. Een paarsachtig vlindertje, paarsroos. Weet ik veel. Ja, ook, ja, voor de bijen moest het ook blijven staan, het onkruid. Ik weet het alweer een beetje. Bijen, wespen die bij die bloemetjes kunnen. Ja, daarom laten ze het hier ook staan, hè. En een mollenhoop. Nog meer. Allemaal mollenhoopjes. Ja, dan moeten we daar overheen. Zullen we wel merken? Ja, dat dacht ik. Dan ga ik aan die kant nou langs. Hi. En dan komen we aan de andere kant van het water terecht, waar we daarnet ook langs reden. Want daar zit die buitenlandse man met die kindertjes op die op dat houten vlonder, weet ik wat het is. Steiger. Meerkoetje. Eentjes. En een meerkoetje. Nee, ik doe jullie niks hoor. Nee, jullie worden denk ik het fotomodel. Oh nee, filmmodel. Acteurs, actrices. Ja. Nou, lieve vrienden, zo, ja, ik ga weer even afscheid nemen, Want ja, ik wil nou weer een beetje harder zometeen gaan en dan richting de Vomar. Even weer boodschappen doen en dan weer naar huis toe, et cetera. Dus ja, moet ook gebeuren. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. Nog eventjes een klein stukje mee en daarna sluit ik af. Doei! Dag! Ik meende dat ik nog wat zag. Ja, eentje. En eentje daarboven in het water. Nou, ik zou zeggen, tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis aanbeland. Ik ben niet bij de Vomar geweest, maar toch heb ik boodschappen gedaan. Ja, en dat was bij Big Bazaar, want waar de Vomar verkoopt, verkoopt de Big Bazaar ook tenminste een aantal producten. En ik moest alleen maar snoepjes et cetera erbij halen voor meneer en mevrouw Rijka en Helwing. En ja, dan moet je toch ook wat voor Kandalf erbij halen. En dat hebben we gedaan. Ja. Van alles en nog wat. Melk voor Kandalf. Dat is één. En dan hebben we... van deze dingetjes.
koor kan dat. Geel, blauw en bruin. Ja, bruin, wat is het? Bruin-rood. Rund, vis en kip. Ja, en dat weet je ook wat. Dit is er voor ikken. En dan heb ik ook nog drie geurtjes. Ik laat het hier zo even zien. Eerst even graaien, nog weer een. Moet er nog eentje hebben. En dat is die. Dus drie geurtjes heb ik. En een weerstation. Mijn mannetje Lief, die wou graag boven op de top van de vlaggenmast. Wou hij een weerstation hebben. Dat is er nooit van gekomen, hè? Maar nou heb ik in eentje. Dat staat ook in het Nederlands hoe ik dat moet doen. Dus makkelijk is dat. Moet er even batterijtjes in. Die dunnetjes, die hele dunne ronde. Nou ja, en dat is voor de voefwaffies. Oeh, zou jij deze nou wel lusten? Zou jij deze nou wel lusten? Ja, zullen we eens even kijken of jij die nou wel lust? Want ik heb nou gedaan wat Karin zei. Nou, dat ga je leggen. Moet jullie eerst even weer neerzetten. Dan gaan we deze even open knippen. Kijk uit, moet ik haar hebben. Denk je er even om, zet je neus eraf. Zo. Haar uit mijn hand. Ik zet die wel. Ik zet die wel. Ik zet die wel. Ik zet die wel. Ja? Wauw! Dus die lust je wel. Nou, dan weten we dat ook. Hè? Maar we maken eerst de pannen allemaal op. Ja, ja, kijk. Nee, anders is het oneerlijk. Zo. Zo, dan gaat deze de kast in. En ik heb van Karin heb nog wat gekregen. Dat mag jij dan opeten. En dan de oude, dat krijgt eerst Rijka, want die lust het wel. Die andere. En die zijn ook wat donkerder van kleur, maar het is wel rund. Want dit is, weet ik niet eens, ook rund. Maar die donkere, die moet zijn niet. Maar ja, Karin die zei ook, het is namaak vooral. Ja, oké, okay, het is eigen merk. Maar die moet zij gewoon niet, hè, Elwin. Nee, zo raar. Nou ja, ieder hond, ieder mens, ieder dier is, want dat gaat anders hebben allemaal. De ene lust dat niet, de andere lust dit niet. Ja, oké, okay, kan toch gebeuren. Ja, vind ik helemaal geen ramp. Nee hoor, ik lust ook wel eens iets niet. En dan haal ik het ook niet, ik moet dat gewoon dan niet. Nee. Nou, en als ik iets niet lust, dan ja, dat kan met mijn diertjes net zo goed wezen, kind. Ja, wat dikkie. Dan gaat dat de kast in. En dat ook. Eerst. Want ik heb nog wel wat staan en dat gaat eerst gewoon op. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Het is 8:05 en nog steeds op 3 juni. Dus ja, we hebben genoten in de Kwelde Duin. Dat was heerlijk. En ik had jullie net uitgedaan, afgesloten. En ik had mijn telefoon weer in het hoesje gedaan. En ik zag een vrouw met een hondje, zo'n klein tekkelfiguurtje. Met iets in zijn bekkie. En dat was zo komisch dat ik schoot in de lach. En ja, ik zeg, jammer dat ik mijn camera al op heb geruimd. Nou ja, even gestaan te praten met die vrouw. Maar dan komt er een man aan op een fiets. In zo'n meter op met die klote eiken. Nou zeg. Nou, die man die moet mij niet nog een keer tegenkomen, want hij is van mij. Hij, tenminste, als hij weer zo zal doen. Nou, dan is hij van mij, want ik sta zo achter hem aan. Simpel, is die helemaal bezoden niet. Het. Een oudere man, hè? Waar is zijn respect, zijn normen en waarden gebleven die zijn ouders hem ook bijgegeven hebben?
Hij was ouder dan mij. Nou, hallo. Ik heb mijn normen en mijn waarden en mijn respect voor een ander. Ja, ook al sta je met iemand te praten op een, midden op het pad. Je bent in een bos. Als je haast hebt, neem dan een andere weg en ga niet door een bos heen. Ja, kom op zeg. Ook al zou dat voor jou korter zijn. Nee, als je haast hebt, neem je de weg waar ook haast is. En je gaat niet door een bos heen waar je wandelaars tegenkomt en die van de rust genieten. En van de natuur genieten, et cetera. Nee, dan moet je dat niet doen. Dan ben je bij mij het verkeerde adres. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder en lach verder. Dat ga ik ook weer doen. En ik ga een beker water drinken en een bak koffie maken, want ik heb zin in wat. Het enige wat ik nog eigenlijk wel moet halen, dat moet wel bij de foam. Maar dat zijn mijn snoepjes, want die zijn wel bijna op. Maar morgen nog een dag en dan haal ik dat wel even bij de zomer. Ja, daar red ik me nog wel mee, want dat is 1, 2, nou ja, een stuk of 3, 4 snoepjes die ik eet per dag. Dat is wanneer ik met die meisjes lopen ga. Ja, maar oké, ik zou zeggen geniet en ik vergeet jullie niet. Vergeet jullie mij ook niet. Zet er even weer een duimpje erbij en doe je die, mag ook hoor, maar zet dan even ook tevens wel erbij waarom je hem zo neerzet. Ja, laat in beide gevallen een reactie erbij achter of je hem zo doet of zo. En als je hem zo doet, een reactie waarom. Misschien dat we ervan leren. Ja, je weet maar nooit. Ja, ik heb een hekel aan mensen die hem zo neerzet en dan niks zeggen van kom op, waarom zet je hem dan zo neer, weet je? Willen we graag weten, wat is jouw beweegreden dat je die duim zo neerzet? Dan is er iets aan de hand met mijn vlog of met mijn filmpje, maar hoe je het noemen wil. En wat is er niet leuk aan? Wat wil jij veranderd zien? Ja, kan toch, dat kunnen wij verleren. En niet alleen nog ik, maar alle YouTubers, hè. Ja, dan komen ze, ik zie zoveel duimpjes ook zo, nou, dan denk ik, ja, waarom? Geef er dan een reactie bij. Ja, maar dat wordt niet gedaan. Omdat ze bang zijn, omdat ze hun schamen of wat dan ook. Of doe je dat om ons te pesten? Ook dat kan nog, hè. Dat je het wel leuk vindt, maar dat je gewoon bewust zo doet omdat je ons pesten wilt, omdat je ons niet mag. Kan ook. Nou, zet dat er gewoon bij. En ja, vertel de reden waarom je ons niet mag. Want jij hebt een reden dat je ons niet mag. Ja. En kun je niet tegen de waarheid? Nou ja, de waarheid is keihard en dan moet je tegen kunnen. Ja, al is een leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt het wel. Ja? Nou, ik zou zeggen, geniet. Doei!